helaas zien we elkaar natuurlijk vandaag niet in de dansstudio. Maar ik hoop dat het allemaal heel goed met jullie gaat. En vandaar vandaag dit filmpje. Zodat jullie toch nog een beetje aan de slag kunnen. Want ik heb een hele leuke opdracht voor jullie bedacht. De afgelopen paar weken hebben we natuurlijk de hele tijd heel hard gedanst. En heel zacht gedanst. En daarbij hadden we verschillende kamers getekend. En dus één kamer die heel hard was en één kamer die heel zacht was. En nu is de eerste opdracht om in je eigen kamer eens op zoek te gaan naar iets wat heel hard is. Weet u nog dat we tegen die muur waren? En iets dat heel zacht is. Misschien kun je er zelfs wel een beetje mee dansen. Dat zou super leuk zijn. En opdracht nummer 2 is om je eigen droomkamer te maken. Je allermooiste kamer mag je zelf gaan tekenen. Dus je kan gewoon een papiertje pakken of de kleurplaat gebruiken die ik erbij heb gestuurd. En dan mag je zelf je allermooiste kamer maken. Dus je mag je eigen kleuren bedenken. Wil je strepen? Wil je stippen? Nou, wat jij helemaal mooi vindt. En als je er klaar mee bent, hou hem dan goed bij je. Bewaar hem. Want als we dan elkaar na de kerst hopelijk weer mogen zien, dan kun je hem meenemen en dan gaan we je eigen mooie droomkamer dansen. Ja? Oké, ik heb daar super veel zin in. Dus laten we hopen dat we elkaar dan sneller mogen zien. En neem hem dan lekker mee. Dan gaan we ermee aan de slag. En voor nu kun je ook nog andere dansfilmpjes thuis aanzetten. Op dit YouTube-kanaal zijn allemaal filmpjes. Dus klik er lekker één aan. Dan kun je toch nog lekker blijven dansen deze periode. En dan ga ik natuurlijk gewoon hopen dat we elkaar snel weer in het echt mogen zien. Tot snel hopelijk. Doeg!